open, stoten van een weg. Direct in onze kastgrondjes. We bevinden ons nu in ons lief gebied. En dat heeft gezorgd dat de mensen bang zijn geworden om te planten. Natuurlijk vragen ze aan het dorpsbestuur wat gebeurt er. We zijn toen gekomen, dat was vorig jaar november. We hebben de mensen stopgezet, of de aannemers stopgezet. En daarna zijn er geen activiteiten meer gevoerd. Natuurlijk hebben we de instanties zoals de DC op de hoogte gesteld. Ze hebben hun bio's gestuurd. We hebben niemand aangetroffen. De bedoeling was dat vanaf vorig jaar dat de eigenaren zich komen aanmelden bij de DC, bij mij, zodat we kunnen zien wie de mensen zijn die hebben gekregen. Dus uiteindelijk is er niks gebeurd in december en in januari kregen we weer nieuws dat er in het gebied gewerkt wordt. Dus een van de stichtingen die heeft gekregen begint open te stoten en we hebben ze toen weer stopgezet en hij bleef maar doordrukken. We hebben de instanties weer ingeschakeld en vorige week is er een districtsecretaris op locatie gekomen met nog een paar mensen van de DC en aangegeven dat de machine niet mag werken, ze moeten stoppen en we worden uitgenodigd als dorpsbestuur naar de districtscommissaris om te praten over dit gebied. Omdat het eigenlijk zo moet zijn dat wanneer je gronden uitgeeft, dat de gemeenschap, dicht bij de gemeenschap, dat wij eerst geïnformeerd moeten worden als dorpsbestuur voor goed advies. En zo gaat het naar de minister. De minister gaat tekenen, want ze heeft heel veel werk. Ze neemt aan dat de instanties hun werk goed doen. Dus neem ik aan dat de minister dan heeft getekend. En de mannen nu drukken door dat ze een beschikking in handen hebben. Dus ze zijn niet verkeerd bezig. Dus we waren wachtende op de minister, op de DC om ons te roepen. En diezelfde districtsecretaris die is komen stopzetten, belt me. Dus we zijn komen stopzetten vorige week. Dinsdag en vrijdag belt hij me. En hij geeft me aan dat de DC hij kwam net van de bespreking met de DC. En de DC geeft aan dat die mannen gewoon mogen werken, want ze hebben een beschikking. Ik heb hem gezegd, nee. De afspraken waren dat de DC ons zou ontvangen als bestuur. En ook met de andere partij, zodat we kunnen praten. Dus ik heb gezegd, zolang de DC, ik niet met de DC heb gesproken, gaat er niks verder. Want dat wil zeggen dat de DC ons niet als bestuur niet telt. En meer nog, omdat de binnenlandbewoners, de inheemse en de Maron, de partij die de DC daar vertegenwoordigt, groot hebben gemaakt en dat wij hun daar hebben geplaatst. En dat ze zo met ons omgaat, heb ik gezegd, nee. Er zijn ongeveer 30 stichtingen die hier in dit gebied hebben gekregen. En we moeten de gemeenschap van Suriname laten weten wat er gebeurt. Wat er is gebeurd, laat er onderzoek komen. Laten we weten waar we staan als inheemse. Omdat onze rechten in gevaar komen. Die recht en zekerheid die wij als inheemse moeten hebben, is er niet. Waarom? Men vertikt het om onze grondrechten bij wet te erkennen. En we gaan deze problemen blijven hebben. In andere dorpen heb je dat al. Maar we gaan dit blijven hebben als de overheid, de politieke wil niet aanwezig is om de grondrechten voor ons te regelen, zodat wij als inheemse eerste bewoners van Suriname, toch, rustig kunnen leven in vrede. We hebben iedereen opgevangen in Suriname. Dat doet de overheid dit met ons. Dan gaan we het. We zijn bezig met een protest die vredig moet verlopen. Vanmorgen komen we hier aan. En de operator van deze graafmachine geeft me aan dat hij gisteren bij de DC was geweest. Ze zouden starten met werken. Toen ze de menigte zagen, zijn ze gestopt. Hij geeft me aan dat hij gisteren bij de DC aanwezig was. En de DC heeft hem aangegeven dat hij door mag werken. En dat hij zijn grenspalen mag plaatsen. Dat wil zeggen dat de DC ons als inheemse dorpsbesturen niet accepteert. Toch? Aneterunu en dat unu no manchi dat hij. Unu no manchi dat hij lek ingi dat hij. Wat burgermoeder, samu knap gi en gemeenschap in para. Dat je gozo om nanga unu.
No man, that is the reader that we find out here, see.